Dames en heren, van harte welkom bij het programma Latje Talk. Ik ben Hans Kaal Junior, zoals u ziet. We hebben hier vandaag meneer Van Druten. Die gaat een poging wagen om het latje te raken. Eén poging maar. Als je verliest, is het een zakje chips voor Pim en mij. En als je natuurlijk raakt, en voor jou. En als je hem raakt, dan is het een zakje chips voor meneer Van Druten. Voor altijd. Meneer Van Druten, en ook voor mij. Veel succes. Wat denkt u ervan? Weet ik niet. Meneer Van Druten weet niet veel, maar die gaat wel even het latje raken. Succes! 1, 2. Go! Ai! Yeah. Latje! Ik krijg het. Gaat het goed? Oh, de nieuwe poging met de lichtere bal. Fruit. Omdat die bal hard is. Namens een blessure, vanwege een blessure gaan we eventjes stoppen. Vak even een andere bal erbij. En hij mag nog één poging wagen. Ja, paal is ook goed, hè? Dat is ook deel van de bal. Is wel geen latje, maar paal betekent ook goed. Nou, gefeliciteerd. Ik krijg dan ook een zakje chips. Geef even de bal, geef even de bal. Ja, maar ik raak een paal. Kijk dan, het is deel van de lat, zie je dat? Goedendag dames en heren, we staan hier met het programma Latje Trappen. Ik ben Hans Kraaij junior, Thomas van Druten vandaag van de F7. Van de F7. Hij gaat een poging wagen. Hetzelfde geldt als voor zijn oudere broer. Een zakje chips als hij hem raakt. En als je hem niet raakt, dan is een zakje chips voor Pim en mij. Veel succes. Oké. Okay. Wil je nog iets over zeggen? Nee. Oké. Okay. Rap op de palen, Thomas. Meneer Hans Kraaij junior, volgens mij hebben we hier met twee supertalenten te maken. Ja, twee supertalenten. Oh, het zijn de komende spelers van FC Os. Ja. En nu is, ga ik voor de koffie. Laat me los. En nu, ik heb het jou voor een zakje. Kom jongens, ja, kom maar.